De Bond van Personeel over het overliggend waterschap Multipurpose Quarantaine Project, OWMCP, is formeel door minister Gracia Emanuel van Ros uitgenodigd voor een gesprek. Het personeel had het vertrouwen opgezegd in waarnemend directeur Sanjay Triloki. De bewindsvrouw zag hierin aanleiding om met de bond te praten. Partijen zouden overeenstemming hebben bereikt, terwijl de regering voor een structurele oplossing in de tussentijd uitkijkt naar een geschikte kandidaat voor de functie. Vastgesteld is dat een kandidaat voor de directeurpost over de juiste competenties moet beschikken. Consumenten zullen voor een kilo aardappelen niet meer dan 56 SRD en 80 cent moeten betalen. De maximale consumentenprijs voor uien is 71 SRD en 20 cent, volgens de publicatielijst van het ministerie van Economische Zaken. Het is het ministerie opgevallen dat op social media foto's circuleren waarbij aardappelen en uien voor 100 SRD en 80 SRD worden verkocht. Het ministerie meldt dat winkeliers deze basis- en strategische goederen niet voor een hoger bedrag dan is vastgesteld mogen verkopen. Het ministerie doet een beroep op de samenleving om de namen van de winkels die aardappelen en uien boven de aangegeven prijzen verkopen door te geven aan de ECD. De Nationale Ontwikkelingsbank Suriname, NOB, en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur werken aan een plan om financieringsmogelijkheden voor alle doelgroepen te bekijken. De regering is er voorstander van dat geen enkel kind onderwijs mag ontberen door gebrek aan financiën. In de regeringsraad werden woensdag voorstellen op tafel gelegd ter goedkeuring, omdat de regering van mening is dat elk kind recht heeft op goed onderwijs.